Alphen en Adriaanse weg bij FC Utrecht. En radicalisering jongeren wordt aangepakt. Goedemiddag, welkom bij U Vandaag. Robbie Alphen stapt na dit seizoen op als trainer van FC Utrecht. En ook technisch adviseur Ko Adriaanse gaat weg bij de voetbalclub. Dat werd vanmorgen bekendgemaakt. Op het trainingscomplex Zoudenbalg staat verslaggever Mark van der Wel. Mark, ja, er werd natuurlijk al wel over gespeculeerd. De toekomst van Alphen als trainer bij Utrecht. Maar dit komt toch wel als verrassing. Ja, dit komt op zo'n doordeweekse dag toch wel een beetje als een verrassing. Aan de andere kant, het rommelde natuurlijk al wat langer. De resultaten bleven uit met als toch wel triest dieptepunt afgelopen vrijdag tegen de nummer 1 en laatst een 4-3 verlies. Maar we kunnen het hem zelf vragen. Hij staat naast me. Robbie Alphen, eind van het seizoen ga jij weg bij FC Utrecht samen met Ko Adriaanse. Met welk gevoel sta jij hier? Een beetje dubbel. Enerzijds wel heel erg jammer. Omdat dit mijn club is en ik op deze positie gewoon graag nog een aantal jaren door had gegaan. Maar aan de andere kant ook met een goed gevoel, omdat ik ook zelf, maar ook de club hoor, volledig achter het besluit sta. Ja, dat wordt meestal in persconferenties en persberichten zo gecommuniceerd. Is dat ook echt zo? De zin in goed overleg, hè, die komt altijd voor in zo'n persbericht. Maar in dit geval is dat absoluut waar, ja. Er zijn zaken richting de toekomst waar wij gewoon niet uitkomen. En welke zaken zijn dat? Ja, dat weet je, anders had ik het in de naam in een rugnummerstudio wel met Wilco besproken. Maar dat doen we bewust met z'n tweeën en dat blijft ook zo. Nou, zijn er het afgelopen seizoen, of het is het lopende seizoen, wat resultaten geweest die erg tegenvielen. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, het is ook botte pech geweest. Een bal op de paal, een penalty missen. En dan toch zeggen van, ik stop ermee. Zat er niet nog meer toekomst in? Ja, ik ben met je eens dat we een ongelukkig seizoen hebben. En dan op alle vlakken. Hè, dat begint met blessures en akkefietjes en ook wedstrijden waarvan je in de rust zegt, nou, dat wordt 4-5-1 voor Utrecht en die verliezen we. Dus het heeft niet meegezeten. Maar anderzijds is dat niet de voornaamste reden waarom wij niet doorgaan. Dat zit hem nogmaals gewoon in een verschil in inzicht. Ja, jij kan dus niet zeggen wat voor inzicht dat is. Er wordt natuurlijk al wel gespeculeerd over opvolgers. Heb jij een idee wie nou als beste voor die ploeg zou kunnen staan? Jij kent die groep van Haven tot Gort. Heb je daar ideeën bij al? Nee, ik vind het ook absoluut niet aan mij. Dat is een nieuwe opdracht voor de clubleiding. En ik heb daar niks mee te maken. En ik heb ook geen zin om daar mijn hoofd over te gaan breken, moet ik eerlijk zeggen. Geen hard feelings richting FC Utrecht? Nee, absoluut niet. Want nogmaals, dit is echt van twee kanten in heel goed overleg gegaan. En niet alleen deze week, maar we hebben al veel vaker overleg gehad. Ik heb ook niet voor niks in november gezegd, ik wil in januari nog niet praten. Hè, want toen speelden er bij mij ook al dingen. Dus absoluut geen hard feeling. Ik hoop dat het heel goed gaat met de club. En dat ze voor volgend seizoen de juiste keus maken. En dat ze stappen omhoog gaan maken. Maar vooropgesteld dat we nog 6 wedstrijden moeten en dat het nog niet klaar is. Ja, hoe ga je dat invullen? Want je weet natuurlijk al dat je weggaat. De spelersgroep weet dat je weggaat. Er valt natuurlijk misschien nog wel wat te halen. Hoe ga je dat doen? Nou ja, we moeten gewoon door met wat we bezig zijn. We zijn met z'n allen echt wel op de goede weg en op die manier gaan we gewoon door. Er zullen niet heel veel dingen veranderen. Ik zou ook niet weten waarom er nu van alles moet veranderen. De spelersgroep zal dit laten bezinken, daarom is het vrije weekend wel goed. Dat ga ik ook doen en we gaan maandag echt met frisse moed richting Ajax werken. Robbie, dankjewel. Goed, Mark. Natuurlijk gaat hij daar zelf niks over zeggen, over eventuele opvolging. Maar er zijn natuurlijk wel namen die al circuleren. Wat kun jij daar nu over zeggen? Ja, er gaan wat namen inderdaad de ronde. Onder meer die van Jean-Paul de Jong. Mister FC Utrecht heeft hier jaren en jaren gespeeld. En is ook al gespot bij verschillende wedstrijden die Utrecht dit lopende seizoen heeft gespeeld. Ook Marinus Dijkhuizen, zijn naam die gronst rond, heeft hier ook gespeeld. Is nu trainer van Excelsior. En is een goede bekende van Frans van Seumeren. Jean-Paul de Jong is nu trainer bij FC Eindhoven. Is een hele goede trainer ook. Omdat die ploeg toch wel heel hoog staat in die Jupiler League. En het zou ook zomaar kunnen dat Harry van der Ham, de huidige assistent-trainer, wordt doorgeschoven. Die heeft in het verleden altijd gezegd, als Alphen ontslagen wordt, dan ga ik met hem mee. Want we zijn samen dit project begonnen. Alleen dit is weer een hele andere situatie. Dus het zou zomaar kunnen dat de club en dat hij zelf zegt van, nou, ik wil het wel doen. Goed. Je laat het bij voor nu, Mark. Om 5 uur in de uitgebreide uitzending van U Vandaag komen we daar natuurlijk op terug. Goed, dan ander nieuws. Burgemeester Van Zanen die heeft toegezegd nog voor de zomer een concreet plan te hebben om radicalisering onder moslimjongeren tegen te gaan.
De gemeenteraad van Utrecht heeft gisteren gepraat over radicalisering. En veel partijen zijn tevreden dat het college zowel in woord als in daad nu actie onderneemt. En dit moet dan toekomstige gevallen, zoals de geradicaliseerde Zaïd K., voorkomen. Die tiener is al sinds vorig jaar verdwenen. Eigenlijk is het allerbelangrijkste nog dat wij nu gewoon ook zien en weten dat de burgemeester er bovenop zit. Het serieus neemt, ook echt communiceert met mensen en ook mensen erbij betrekt. Ook heel serieus met allerlei lijnen in de wijk. En dat doet hij niet alleen, maar ook met andere wethouders nu ook serieus aan de slag is. Dus ik heb er ook echt wel een goed gevoel over. En Van Zanen zegt ook dat de gemeente naar mogelijke ronselaars gaat kijken. Het herstel van de historische kademuur aan de bemuurde Weert in Utrecht is nog voor de daadwerkelijke start stilgelegd. De aannemer zit in financieel zwaar weer. De kademuur stortte 2 jaar geleden in en werd sindsdien afgeschermd met hekken. Het was de bedoeling dat het herstel deze week zou beginnen. Het is nog onduidelijk of het bedrijf uit Bunschoten de klus gaat klaren. Een flinke botsing tussen een auto en een busje in Woerden vanochtend. Het busje tikte op de Middenlandbaan de personenauto aan en die schoot door en botste tegen een lantaarnpaal. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn voertuig is totaal los. Het busje raakte nauwelijks beschadigd. In het Utrechtse Kanaleneiland is een dode man gevonden in de cabine van een vrachtwagen. De truck met Bulgaars kenteken stond al dagen aan de windtunnellaan. Het bedrijf van de man had sinds zaterdag geen contact meer met hem. Een medewerker vond de vrachtwagen uiteindelijk en trof de dode man aan. De politie gaat uit van een natuurlijke dood. Jacqueline Verbeek is kandidaat gedeputeerde voor de VVD. Ze moet Remco van Lunteren opvolgen in het Utrechtse provinciebestuur. Verbeek is sinds 2010 wethouder in Zeist en was bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar lijsttrekker voor de VVD. Onder haar leiding werden de liberalen de grootste in de Raad van Zeist. Een maand na de invoering heeft het stoplichtmeldpunt van de gemeente Utrecht meer dan 4000 reacties gekregen. Het meldpunt is bedoeld om in kaart te brengen hoe fietsers de verkeerslichten in de stad ervaren. Nu rijden veel fietsers door rood, omdat de verkeerslichten niet goed zijn afgesteld of op onnodige plekken staan. Utrecht wil daar verandering in brengen door fietsers zelf om advies te vragen. Het gaat over hoe lang heb je groen. Misschien wel moeten de knopjes of betere lussen in de weg. Of in ongeveer een kwart van de gevallen zeggen ze dat verkeerslichten daar niet nodig zijn. En in heel veel gevallen hebben ze andere suggesties die ze zelf invullen. Ja, meldingen over verkeerslichten kunnen nog tot eind april worden gedaan. Ja, het gaat niet goed met de tennissport. Ledenaantallen lopen terug en clubs vergrijzen. Tennisvereniging Schalkwijk in Tull en 't Waal doet het gelukkig wel goed en wil het ook zo houden. De club biedt jongeren daarom een gratis lidmaatschap aan. Prettige wedstrijd. Vince en Paul bijten het spits af vanavond bij de clubkampioenschappen van TC Schalkwijk. Paul is 50, Vince pas 13, maar tegen een leeftijdsgenoot speelt hij nooit. Nee, want ik heb nu eigenlijk niemand van mijn leeftijd waar ik echt goed mee kan tennissen. Tennisverenigingen vergrijzen. Op TC Schalkwijk valt het nog best mee met een gemiddelde leeftijd van 40. Maar de club denkt wel na over een strategie om jongeren te trekken. Dus mogen 18 tot 22-jarigen voortaan gratis tennissen. Het loopt allemaal wat terug, in de omgeving ook. De meeste tennisverenigingen zijn toch een hoop leden kwijtgeraakt. Wij nog niet zozeer, maar dat willen we graag zo houden. En we merken wel dat het wat vergrijst. Volgens Vince heeft dat vooral met volle agenda's te maken. De meeste zaten wel op tennis eerst, alleen die zijn er allemaal afgegaan toen ze naar de middelbare school gingen. En waarom is dat? Ja, geen tijd of meer willen voetballen en zo. De Tennisbond bevestigt dit en ziet de vergrijzing in de hele regio toeslaan. Dit is de groep waar veel druk zit op agenda's. Mensen heel erg actief zijn. Studeren, druk zijn met hun sociaal leven. Dus er wordt gevochten om de agenda. Ook de bond denkt na over acties om meer tieners aan het tennissen te krijgen. Gaat het een beetje goed, Vince? Oh ja hoor, gaat toch goed. Wat is de stand? Ik sta nu 5-4 achter. Al spelen de senioren bij Schalkwijk net zo fanatiek als de jonkies. Kom Vince, we gaan weer. Ja. Misschien nog even aardig om te weten dat de jonge Vince Paul toch heeft verslagen.
Even serieus, aan de tennisbond is nu de taak om meer jongeren te trekken. En dat zou kunnen, is al geopperd om wedstrijden of door wedstrijden in te korten. Zodat het dan wel beter in die drukke agenda past. De politie heeft twee jonge mannen uit Nieuwegein aangehouden voor een mishandeling en beroving in Zwolle. Afgelopen zomer ging een hoogbejaard echtpaar uit in Zwolle, een stukje rijden met hun scootmobiel. Ze werden beroofd door twee jongens op een scooter. Van de vrouw werd onder meer haar gouden ketting gestolen. En tijdens het onderzoek werd duidelijk dat de verdachten wel eens uit onze regio zouden kunnen komen. Nou, in ons opsporingsprogramma Bureau Hengeveld werd aandacht besteed aan de zaak. En daardoor zijn nu dus die twee mannen opgepakt, Sagarko. En hoe oud zijn ze nou eigenlijk? Nou, Marie-Carmen, het gaat om twee jonge mannen van 23 en 24 jaar oud. Allebei uit Nieuwegein. Ze zijn gisteren opgepakt en ze worden momenteel verhoord. Binnenkort horen we ongetwijfeld hoe lang ze nog in voorarrest moeten blijven. Al met al een heel mooi regiobreed succes, hè? Zwolle, Nieuwegein. Mogen we trots op zijn. Straks in Bureau Hengeveld gaan we het onder meer hebben over koperdiefstal. Twee mannen die weten op het dak van een woonzorgcentrum in Soest 350 meter aan koperdraden te stelen van de bliksemafleiding. Maar ze staan heel mooi op beeld en dat is weer het positieve in deze zaak. Dubbel pech voor drie inbrekers in Baren. Ze hebben een lekke band met de auto en daardoor krijgt de politie ze in de smiezen. Die controleert ze en dan hebben ze allemaal sieraden op zak. Zeer waarschijnlijk afkomstig van inbraak. En een van de jongens heeft zelfs sieraden in zijn onderbroek verstopt. Je raadt het niet. Dat en nog veel meer. Leonie Bosselaar van de politie Midden-Nederland die schuift straks bij mij aan. Met haar neem ik alle zaken door. En uiteraard hopen we weer op heel veel goede tips. Goed, succes zo, Sagarko. Tot slot kijken we dan nog even naar het weer. Er valt af en toe wat lichte regen. Vanmiddag is het voornamelijk droog. Het blijft wel bewolkt. En met een matige wind wordt het maximaal 7, 8 graden. Tot zover deze uur vandaag. Om 5 uur zijn we dus weer met onze uitgebreide uitzending. Gaan we nog ook uitgebreid in op FC Utrecht. Wat mij betreft heel graag tot dan. En voor nu een hele fijne middag.